Yo, het is vandaag donderdag. In deze video ga ik jullie een weekend in mijn leven laten zien. Vandaag hebben wij een wedstrijd om 3 uur. De derde competitiewedstrijd. En ik ga jullie weer laten zien hoe ik mij ga voorbereiden. Wat wij doen na de wedstrijd. En voor de rest ga ik jullie dus ook laten zien hoe de rest van mijn weekend eruit ziet. Het is nu 12 uur. Wij hebben de wedstrijd om 3 uur. En bij elke thuiswedstrijd ga ik even met Jon een kleine wandeling maken naar de gasstation om een energydrankje te halen en een proteïnereep voor na de wedstrijd. Dus Jon, ready? Ready. Ready. Eindelijk, mijn nieuwe schoenen zijn er. Ja, dit is goed. Dit is een topschoen. Nu nummertje 2. Prima sneakers voor de gym. Goed, Iep? Goed, man. Goed. Lekker. We zijn nu op school in de Student Center. Dat is een gebouw voor alle athletes eigenlijk. We komen hier nu bij elkaar, altijd voor de wedstrijd. Om te chillen en om ons aan te kleden. Oh. I told you where to do that, man. He's speaking English. No. Oké, dat was een goede wedstrijd. We hebben 6-0 gewonnen. Ik had niks kunnen filmen van de wedstrijd of iets, omdat we een beetje in tijdnood zaten. We hadden maar een half uur voor de warming-up, maar 6-0 gewonnen, dat is goed. Wij spelen nu op dit complex hier. Normaal gesproken spelen wij hier. Het is het Highmark Stadium van de Pittsburgh Riverhounds, dat is een profteam. Maar... Door corona spelen wij niet daar, omdat ze dus willen uitsluiten. Ze willen zeg maar alleen hun team daar laten spelen dit jaar, dat is wel jammer. Maar ja, het was een goede wedstrijd. 6-0 winst, we gaan nu lekker pizza eten. Doing good. Welverdiende pizza. Lekker. Goed pizza? Lekker pizza. Lekker. Oké, dat was een prima dag. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, goede overwinning. De rest van de avond ga ik gewoon chillen. Want morgenochtend hebben wij om 9 uur weer training. Dat zal wel een rustige training zijn, maar we gaan dus niks geks doen vanavond. En na die training heb ik nog een paar andere leuke dingen gepland, wat ik ook zal gaan filmen. Dus dat gaan jullie zien. Goedemorgen. Het is vrijdag nu. Het is 8 uur. Laatste training van de week. Het zal waarschijnlijk een uitlooptraining zijn. Omdat we dus gisteren de wedstrijd hadden. Ja, yeah. Yeah, like a substitute. Lekker getraind. Laatste training van de week. Lekker weekendje nu. Hey, oprotten die camera! Nee, Loy. Ah, dat was goed. Dat was een goede training, hoor niet, Kai? Dat was echt. Ja? Last van de benen? Klein beetje, maar wel, pret niet drukken. Wel gelijk na wedstrijd gewoon afwerken en zo. Wow, maar het is wel een mooie dag. Kijk het even. Het is echt prachtig. Oké, na de training heb ik gewoon gerelaxed, gedoucht, gegeten. En ik ben nu op school, het is 2:30. En ik heb nu een interview met de athletic department. Oké, daar zijn we in de studio. We gaan over een paar minuutjes beginnen met de shoot en ze gaan mij een paar vragen stellen over de wedstrijd van gisteren, de afgelopen wedstrijden. En ik ben benieuwd. De eerste keer voor mij dat ik zo'n interview heb op tv hier. Ja, ik heb er zin in. De vlog is on YouTube. Ja, dus we hebben net een lekker interview gehad. The interview went well. What do you guys think? Good interview. En nu mag ik even lekker huiswerk gaan maken in de bibliotheek. Dus daar heb ik ook veel zin in. Oké, net dus interview gehad. Dat was best wel leuk om te doen.
De link van de video, of link van het interview staat in de beschrijving. Dus als je het leuk vindt om interview te kijken, dan moet je daar even op klikken. Nou, ik zit nu in de bibliotheek. Het is best een mooie bieb. Het is een oud postkantoor. En hier ga ik nu lekker mijn huiswerk doen. Want ik heb afgelopen week niet zoveel gedaan. Want ik me goed wilde voorbereiden op de wedstrijd. Dus nu even wat inhalen. Oké, ik ben terug in het huis eindelijk. Net ongeveer 2,5 uur aan mijn huiswerk gezeten. Nu lekker thuis op het balkon. Prima uitzicht over de stad. Daar is downtown. En daar is dus ook de campus. De rest van de dag heb ik eigenlijk niks gepland. Ik ga gewoon een beetje chillen. In de avond gaan we waarschijnlijk nog met wat teamgenoten wat doen. En nou, we hebben dus de rest van het weekend geen training. Het is zaterdag. 12 uur, de eerste vrijdag van de week. Maar als wij op zaterdag en zondag geen wedstrijd of training hebben, bezit ik dat vooral aan huiswerk en aan recovery. Dus ik ben nu onderweg naar de campus om wat huiswerk nog in te halen van de afgelopen week. En om even nog naar de gym te gaan. De fiets hier. Ze hebben hier in Amerika dus bijna geen fietspaden. Dus ik balanceer een beetje tussen de voetpaden en de autoweg, zeg maar. Het is top, het is goed geregeld hier. Oké, dat was een prima 1,5 uur workout. Nu ga ik even lekker douchen op school hier. En dan ga ik daarna even lunchen met Jon, mijn huisgenoot. Hier lekker met Jon, lunch. Jon, good lunch. Your favorite restaurant, hè? Restaurant. 5-star. Lekker hier in het centrum van Pitt. Oké, zoals je hebt gezien heb ik net lekker geluncht. En nu is het weer tijd voor huiswerk. Ik zit nu weer in de bibliotheek. Gezellig. Helemaal in mijn eentje, is helemaal niemand. Dat is ook goed. En nou, ik ben hier denk ik weer 1,5 uur à 2 uurtjes mee bezig. Dus als ik hiermee klaar ben, is het echt weekend. Oké, ik ben net thuis van school. Het is nu bijna 5 uur. Ik ga nu even chillen en dan de rest van de dag en avond gaan we met wat, een aantal teamgenoten wat leuks doen. Dit was het voor nu voor deze video. Hopelijk vonden jullie het een leuke video en ik zie jullie later. She was like, when you get, when I, what she say? No, she was like, when she get off of work and I'm leaving the studio, come through. I'm like, but that's gonna be like almost 2 in the morning. She was like, don't worry about it, I'm with it though.